Suzanne Freek behoren bij de populairste muzikale acts van ons land. Het is hen gelukt om zes data aan te kondigen voor de Ziggo Dome, en dat is een prestatie van formaat. Ze zaten gisteravond met z'n tweeën in de talkshow van Renze Klamer, waar ook hun recente deelname aan de Vlaamse versie van de tv-hit Beste Zangers werd besproken. In liefde voor muziek, zoals die variant heet, zijn Suzanne Freek verrast door een bijzondere koffer van hun hit Goud. De Vlaamse artiest Clouseau heeft daar namelijk een Franse versie van gemaakt, Toy et Moi. Rense Klamer wil zijn kijkers daar ook mee verblijden. Je hebt van beste zangers ook de Vlaamse versie, namelijk Liefde voor Muziek. Daar werd goud gekofferd door niemand minder dan Clouseau. Kijk maar even. Ehaha, kijken waar naar? Er klinkt alleen een geluidsfragment. Ja, ik zeg, kijk maar even, maar er valt niks te zien. Weet je waarom niet? Normaal zeg ik het niet, maar het fragment kostte dus 1750 euro. Suzanne Stortelder spreekt haar verbijstering uit. Ongelooflijk, ja. Renze, we dachten, nou, we vinden het wel leuk, Clouseau die goud zingt, maar vinden we 1750 euro leuk? Freek Rikkerink heeft direct een boos appje gestuurd. Ja, maar het is dus niet Clouseau die het vraagt, hè? Het is de Belgische zender. Ik hoorde het voor de uitzending en ik heb even een boos appje gestuurd naar iemand van, waar slaat dat op? Suzanne, Freek zei tegen mij, dat mag dus niet. Ik ga gelijk mensen appen. Wensen vindt het heel raar. Ja, want iedereen kan het thuis gewoon opzoeken op YouTube. Suzanne, ja, het staat ook gewoon op onze Instagram. Ik dacht, mag je het dan niet van onze Instagram pakken? Nou, blijkbaar niet. Renzen, nee, dan moeten we het maar gewoon even zonder beeld doen.